In de serie Mensen vertellen over de Enka vragen we mensen om hun verhaal te vertellen over de Enka-fabriek in Ede. In dit laatste deel met Henny van Nieuwenhuizen komen we er eindelijk achter waarvoor de eerste verdieping van het poortgebouw gebruikt werd. Wat zijn nou de plekken waar je graag kwam naast je eigen kantoor? Oké. Nou, in de spinnerij. Op het moment dat je de spinnerij binnenliep, even los van dat het, laten we zeggen, het arbeidsklimaat best wel... Het was warm, het was altijd heel vochtig. Maar de spinnerij was een mechanisch gezien, maar ook chemisch gezien, daar bedoel ik mee, qua technologie, echt iets heel bijzonders. Daar werd een product geboren. Ja? En hoe dat werkte, dat was gewoon fenomenaal. En ik kwam daar graag. Hoe precies het kwam met de spindoppen en de verschillende maten van spindoppen. Hoe precies het zwavelzuurbad kwam en de verhouding met de natriumchloride, de cellulose en wat er allemaal in moest. Dat was echt een bijzondere plek om naar binnen te lopen. En ik kan me die lichtgroene klapdeuren nog herinneren. Als je die opende met die flap en dan... Hoep, dan kreeg je de warmte binnen en het vocht en een rookje. En dan denk ik, oh ja, hier gebeurt het, hier wordt het gemaakt. En wat zijn de plekken waar je niet graag kwam? Oké. Nou, toen ik nog niet op de boekhouding werkte, op de financiële administratie dus, of dat heette dan de boekhouding, toen kwam ik niet zo graag aan de voorkant, zo gezegd, voor, waar de personeelszaken zat en waar de directeur zat en zo, en dat soort dingen. Dat was toch een beetje een bolwerk. En... waar ik ook niet zo graag kwam, was in het chemicaliënmagazijn, waarin eigenlijk alles en nog wat lag, waarvan ik ook niet altijd goed wist of het nou wel of niet gezond voor je was. Hè? Want je moet je voorstellen dat er per week, laten we zeggen 200 ton zwavelzuur, 200 ton natriumchloride, denk ik, misschien wel iets meer, 50 ton zwavelkoolstof. De zwavelkoolstof is vooral bekend geworden vanuit Seveso in... Ik weet niet meer wat het was, 77. Ja? Nee, dat waren de chemicaliënmagazijn kwam ik niet zo graag. Wij zijn dus ook de eigenaar van het poortgebouw, moet ik dat nu noemen. En dat, ja? Dus, en dat poortgebouw heeft dus twee kanten. Precies, rechts staat de directeur, de directie. En links, dat is ook van Boei nu. Ja. En wij vragen ons af wat er op die verdiepingen van dat gebouw zat. Is dat iets wat je toevallig weet? Nou, ik weet, als je naar boven ging, dan zat daar de computerafdeling. In die tijd stond er, in 84, 85, stond er een IBM AS400. En er stonden een aantal grote, matrixprinters, denk ik. Ja. En als wij bestellingen moesten printen, dan... Want Axel was heel vooruitstrevend, want in 86 deden we de eerste digitale bestelling al met de kantoorleverancier. Dus dan gingen er geen bestellingen meer op papier uit via de post. Maar dan ging dat elektronisch over de lijn. Maar alle andere dingen die geprint moesten worden, zoals voorraadoverzichten, boekhoudoverzichten, dat werd over het algemeen allemaal daar geprint. Hebben we het dan over de eerste verdieping? Hebben we het over de eerste verdieping, ja. En de tweede verdieping, daar weet ik niet zo goed. Dus, nee. Daar kwam je gewoon niet. Nou... Of mijn geheugen laat me in de steek, maar dat weet ik gewoon niet zo goed. Maar ik wil vooral ook meegeven dat zonder de Enka Ede niet was geworden wat het nu is. En dat geldt natuurlijk voor elke grote industriële fabriek ergens in Nederland. Maar dat heeft Ede gevormd, dat heeft de omgeving hier gevormd. En er is een enorme impuls geweest voor de ontwikkeling hier. Ik denk dat het een enorme... bijdrage is geweest in het bestaan en in de bestaanszekerheid van mensen. Ja, dan kunnen we een beetje een voorbeeld aan nemen, als je het zo zegt. Nou, ik denk wel dat de vanzelfsprekendheid waarmee mensen tegenwoordig leven niet altijd zo vanzelfsprekend was. En dat je daar wel iets van kan leren.